Goedemorgen, bisschop Lode en Geert. Hartelijk welkom naar jullie wandeling van op het Bisdomplein hier naar de Sleepstraat Sint Salvator. Met aan de andere kant van de straat de richting naar de haven toe. Wat al veel zegt over de plaats waar we ons bevinden. Het snijpunt tussen het centrum en de haven. En in een druk bevolkte buurt van oudsher met vele handelszaken, een vrij begoede burgerij, maar ook vele arbeiderswoningen en ook veel armoede. En de laatste decennia een plek waarin de Turkse gemeenschap heel sterk aanwezig is, maar ook vele andere Afrikaanse, Oost-Europese christenen, orthodoxen, moslims leven en werken. In een heel multiculturele, multireligieuze wijk hier waar we ons bevinden. De kerk waarachter we staan is de Sint-Salvatorkerk. En het opschrift IHS zegt Jezus hominum salvator. Jezus is de redder van de mensen. Een mooie plek, omdat kerstmis het patroonsfeest is van deze kerk, om jullie hier deze morgen te verwelkomen. En in deze kerk vieren van oudsher katholieken hun viering in de Latijnse ritus. Maar sedert 3 jaar zijn we hier ook te gast, is hier ook te gast de Oekraïense gemeenschap, onze zuster katholieke gemeenschap, met een eigen ritus, met eigen gebruiken en met een eigen pastoor die hiernaast in de pastorie woont en die mee met ons bouwt aan de kerk van Gent hier in de stad en ook een verrijking is in onze wijk. Achter ons bevindt hier ook een scheepsboeg en dat vertelt natuurlijk, wat ik daarnet zei, de haven, maar ook verschillende oudschippers hebben hier in een lokaal dienstencentrum een eigen woonst en dat noemt de thuishaven. En de thuishaven voor de Oekraïense gemeenschap samen met ons, de mensen van oudsher die hier vieren, elk hun viering op zondagmorgen, heet ik ook jullie welkom en in het bijzonder u, bisschop Lode, om uw boodschap van vrede, uw kerstboodschap vanuit deze kerstkerk te brengen. Urbi et Orbi voor deze stad, maar ook voor de wijdere omgeving van uw bisdom. En ik nodig u heel graag samen met u, Geert, uit om niet alleen een kijkje binnen te nemen, maar er ook echt te vertoeven en te spreken. God wordt mens, dat is wat we vieren met kerst. Voor de ene is dat te mooi voor woorden, voor de andere is dat een aanfluiting van wie God is of zou moeten zijn. Maar waarom is die menswording zo belangrijk voor christenen? Misschien zou ik best vertrekken van de vraag, wie is God voor een christen? Voordat ik antwoord op de vraag, wat is kerstmis voor een christen? Want eigenlijk gaat het daarom. Kerstmis is niet iets op zichzelf.
Kerstmis is een godsopenbaring. Hoe toont God zich daar? Maar daarvoor moeten we even terug naar het Eerste Testament, naar het Oude Testament, als het gaat om gelovig zijn. Want de God die wij vieren in Kerstmis is een God die zich al geopenbaard heeft, vroeger. Op welke manier? Eigenlijk op een ondenkbare, ik zou zeggen ongelooflijke manier. Ik ga daarvoor terug naar het brandende braambos, het verhaal waar Mozes God ontmoet. En dan op een bepaald moment vraagt Mozes aan God, die zegt dat hij zijn volk zal bevrijden uit de slavernij. Maar welke naam draag jij eigenlijk? En dan krijgen we een heel verwonderlijk antwoord. God zegt, ik ben. Ja, eigenlijk is dat geen naam. Wat doe je daarmee? Men heeft al 3000 jaar lang nagedacht over welke betekenis kunnen we daar aan geven. Ik zal het hier niet hebben over de verschillende vertalingen die men daarvan geeft, maar ik ben wil eigenlijk zeggen, ik ben de bestaande en al de rest krijgt het bestaan. Ik ben de enige die is en die bestaat. En jullie krijgen het bestaan. Dat is eigenlijk, wij lezen gemakkelijk over zo'n woorden, maar dat is ondenkbaar. Er is geen enkele filosoof, geen enkele godsdienst die ooit zo'n uitspraak gedaan heeft. En zeker niet als je de vraagt aan God, hoe heet je? Vandaar dan ook bij de Joden die belijdenis die ze 3 keer per dag herhalen, die Jezus ook gebeden heeft en bemediteerd heeft. Luister Israël, de Heer onze God is één. Hij is één. Hij is enig, hij is de enige God en hij is ook één in zichzelf. En die God zal je beminnen met heel je hart, met heel je verstand, met al je krachten. Dus die God die zo transcendent is, die zo buiten al onze verwachtingen staat ook, alles wat wij kunnen denken, hij sluit een verbond dat eigenlijk een liefdesverbond is. Het gaat om beminnen. Nu spring ik onmiddellijk over naar Jezus in het Nieuwe Testament. Jezus leert ons eigenlijk dat die God die één is, dat hij niet eenzaam is. Er is niet alleen maar een relatie tussen die God en onszelf, de mensheid, een verbond, maar in zichzelf is die God eigenlijk in de eerste plaats zijn vader. Jezus spreekt hem altijd aan als Abba. Dat is zowel een eerbiedige term naar de vader toe als ja, papa, gewoon heel vertrouwelijk. Dat was de manier waarop Jezus zich meestal richtte tot God. Met andere woorden, Jezus staat eigenlijk in een speciale verhouding tot ja, God die hij zijn vader noemt. Hij staat in een heel unieke positie van zoon zijn. En dan leert Jezus ons ook dat er de Heilige Geest is, die de kracht is, die de liefdeskracht is. Maar dus, ja, laat ons een klein beetje anders opkijken en dan zeg je, niet alleen Jezus kan God zijn, maar dan is God mens. Want hij is mens geworden in Jezus zelf. De zoon is eigenlijk een mens. Dat is weer iets dat voor ons eigenlijk even ongelooflijk is als ik ben. Hoe kan God, als hij God is, hoe kan hij mens zijn? Hoe kunnen wij in die kleine baby die we ontmoeten op kerstdag, hoe kunnen we daar God gaan inzien? Eigenlijk kunnen we dat niet. Laat ons een klein beetje verder kijken in het leven van Jezus om verder te zien, wat is die godsopenbaring op kerstdag? Wat leren we in het leven van Jezus, in zijn woorden, in zijn manier van doen? En dan vooral in de laatste periode zijn lijden, zijn dood en vooral zijn verrijzenis. En we hadden dan nog de geest nodig om te begrijpen waarover het zou kunnen gaan. En dan zien we pas dat de godsopenbaring die begint met kerstdag en die zich toont in heel het leven van Jezus, dat die uitkomt op
ook weer die heel eenvoudige uitspraak, maar die niemand kan uitvinden eigenlijk, die we lezen in een brief van Johannes. God is liefde. Geen enkele filosoof, geen enkele theoloog in de wereld heeft ooit zoiets kunnen uitvinden. Die woorden die ondertussen al zoveel meegemaakt hebben in onze geschiedenis, zodanig veel dat sommige mensen zullen zeggen, laat ons over iets anders spreken van God, want God is eigenlijk helemaal anders dan wat we ervan gemaakt hebben. En voor liefde gaat dat ook. Veel mensen zullen zeggen, maar dat is een woord dat is afgesleten. Maar voor ons is dat het essentiële. God is liefde. Dus God openbaart zich op Kerstmis als Hij die tussen ons komt, niet alleen maar verbond sluit met ons, maar die zelf mens wordt. En in Jezus is Hij mensen met de mensen. Hij neemt ook onze lichamelijkheid op zich. Ik zou zeggen, onze zondige lichamelijkheid, niet alleen maar iemand die kan lijden, maar ook iemand die bekoord wordt. Dat is Jezus ook geweest. Zo is Hij dicht bij ons gekomen en ja, we kunnen sinds Jezus bij ons geweest is ook zeggen dat Hij zelfs tot in ons komt met de Eucharistie. We staan dus eigenlijk heel ver van wat Kerstmis geworden is in een consumptiemaatschappij. Want wat is Kerstmis voor velen van ons? Ik zou zeggen, het zijn misschien 3 aspecten die ergens hun belang hebben, want het is allemaal zo menselijk. Maar tezelfde tijd, het staat zo ver af van de gelovige inhoud van Kerstmis. Voor velen is Kerstmis een familiefeest. En dat is natuurlijk goed. Het is een feest van samen zijn. Maar Jezus had dat familiefeest niet toen Hij geboren werd in Bethlehem. We staan er zo ver van. Ten tweede is Kerstmis dan het feest van het licht. Maar voor vele mensen is er geen licht. Die artificiële verlichting van Kerstmis spreekt hen niet echt aan, want ze staan er te veel buiten. Maar Kerstmis is precies gekomen voor mensen die het licht nog niet hebben. Jezus is het licht in de duisternis. En dan ten derde is Jezus de vredesvorst in een wereld waar zo weinig vrede is. Dus daar zie je de spanning tussen wat Kerstmis eigenlijk is voor de gelovigen en niet alleen wat het feest zelf geworden is in de wereld, maar hoe de wereld is ten opzichte van God. Maar het godsgeloof is ook een kans voor die wereld om precies, om toch echt wel te komen tot vrede, om echt te komen tot licht en om echt te komen tot menselijke relaties die harmonisch zijn en waar het goed is om samen te leven. Hoe kan de figuur van Maria ons helpen om de kerstperiode te beleven? Hoe kan zij ons inspireren? Wie is Maria in dat kerstverhaal? Een belangrijke figuur. Er kan veel over gezegd worden. Er wordt dikwijls meer over gezegd dan er kan over gezegd worden. Want je hebt ook veel fantasie daar rond. Ik zou het willen houden bij misschien 1 aspect van haar persoonlijkheid. Omdat dat mij bijzonder belangrijk lijkt vandaag. Ik heb het accent gelegd op wat is de gelovige dimensie van Kerstmis. Ik zou zeggen, wat leert Maria ons daarin voor de mensen van vandaag? Maar we moeten ons blijven baseren op de teksten van de schrift, anders zijn we weg in de verbeelding. Ik zou willen vertrekken vanuit de boodschap van de engel aan Maria. De engel komt zeggen aan Maria ja, dat ze een zoon zal krijgen. Het is toch een hele bijzondere gebeurtenis, een bijzondere zoon. En dan antwoordt Maria, en dat is belangrijk. Ik gebruik de woorden die men lang gebruikt heeft in een gebed, het Angelus. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Mij geschieden naar uw woord, wat betekent dat eigenlijk? Hoe kan menselijkerwijze Maria zoiets zeggen? We hebben zo pas gezien dat in het Oude Testament zegt God, ik ben, dus dat is groter kunt je niet. Die God die wil mens worden in een verbond van liefde met de mens, dat is ook weer zoiets enorms.
En dan zegt Maria zo eenvoudig, mij geschieden naar uw woord. Als ik blijf staan op een menselijk vlak, dan zou ik zeggen, ik heb eigenlijk maar twee interpretatiemogelijkheden. Ofwel, sorry voor de uitdrukking, maar Maria is naïef. Ze weet gewoon niet wat de inhoud is van die woord. Iets zo enorms. En gewoon zeggen, maar mij geschieden naar uw woord. Ofwel weet ze wel waarover het gaat en dan zit je in de verbeelding. En dan zeg je, goh Maria, je moet daarmee niet naar de pastoor, maar naar de psychiater. Want je zit helemaal in de fantasie van iets dat menselijkerwijze onmogelijk is. Er is een derde mogelijkheid. En die geeft de schrift onszelf aan. Want Maria is niet naïef. En ze zit ook niet in een verbeeldingswereld. We vinden het antwoord bij Elisabeth, haar nicht. Want we kennen de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. En Elisabeth die zegt tot Maria, zalig jij die geloofd hebt, dat zal geschieden wat je toegezegd is. Zalig wat jij die geloofd hebt. Jij die gelooft. Het gaat eigenlijk alleen om geloof. En Maria zelf heeft dat eigenlijk goed uitgedrukt als ze zegt, mij geschieden naar uw woord. Dat wij zeggen, ik ga het niet zelf doen. Ik heb daar ook de kracht niet voor. Maar jij zegt het me, de engel komt het mij zeggen. En ik geloof in vertrouwen dat dat ook kan gerealiseerd worden. Maria is voor ons eigenlijk het voorbeeld van de gelovige. En we zien bij haar hoe we gelovig kunnen zijn. Natuurlijk, zij is het op een unieke manier. Het gaat om een unieke gebeurtenis. Jezus is ook een uniek iemand. Maar in het spoor van Maria kunnen we dezelfde weg gaan van het geloof. Maria begint met te luisteren naar het woord. We kunnen ons aan de vraag stellen, luisteren wij naar het woord? Luisteren wij naar die God die tot ons spreekt in de schrift? Of doen we daar de moeite niet voor? Het tweede element is dat Maria zich daaraan toevertrouwt. Ze zegt, mij geschieden naar uw woord, dat wij zeggen, jij gaat het doen voor mij. Ik sta er open voor. Dat is het tweede. En er komt een derde element bij. Ik ben daar eigenlijk pas vorige week gaan aan denken. Ik had een ontmoeting met een jonge journaliste. Die zichzelf voorstelde eerder als niet gelovig. Maar die wel geboeid is door het feit dat er jongere mensen zijn waarvan ze denkt dat ze wel geloven. En zegt, wat gebeurt daar eigenlijk? Ik ga die mensen eens ondervragen. Het is een beetje in die context dat ze bij mij terechtgekomen is. Ik begon niet tot die jongeren natuurlijk. Dus ik heb me dan ook gepermitteerd van op mijn beurt veel vragen te stellen aan die journalisten. Want dat boeide mij ook dat zij geboeid was. En ik heb haar dan de vraag gesteld van, ja, maar ontmoet je jongeren die geloven? Ze was pas begonnen met haar onderzoek. En zij zei, niet veel. Ik had natuurlijk liever een ander antwoord gehad. Dat zou voor mij pastoraal wel interessanter geweest zijn. Van daar te kunnen op inspelen. En ik zeg, hoe zie je dat dan? Wat zie je dan wel? En ik vond het eigenlijk heel wijs wat ze zei. Ze zei, ik kom jongeren tegen, wie zinzoekers dat wel. De mensen zoeken zin. Maar geloof, dat is nog iets anders. En toen vroeg ik haar, wat zou er aan ontbreken om tot dat geloof te komen? En zij zei, de jongeren komen niet tot het geloof omdat er te weinig stilte is. Ik vond dat heel interpellerend. Want om tot geloof te komen moet je kunnen stil blijven. En dat is eigenlijk het derde element dat ik bij Maria gevonden heb. Als de herders Jezus vinden, tenslotte in Bethlehem, doen ze hele verhaal van wat er 's nachts gebeurd is. En dan zegt Lucas, Maria bewaarde alles in haar hart. Dus zij nam de tijd, niet om te reageren direct, maar om zich af te vragen, maar wat gebeurt hier eigenlijk? Hetzelfde zinnetje komt een beetje verder in het evangelie voor. Als Maria en Jozef gaan met Jezus naar de tempel, als hij wat groter is, ze spelen hem daar kwijt, ze zijn angstig, ze zoeken hem, ze vinden hem terug in de tempel. En dan heeft Jezus eigenlijk een woord dat natuurlijk wel wat pijn deed aan zijn ouders. Maar wist je dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Maar Jozef stond er ook bij.
En dat was angstig geweest. Hè? En dan zegt Maria aan Jezus, maar weet je wat u ons aangedaan hebben? Wat u ons aangedaan hebt. Ze zegt dat zo. En dan staat er weer opnieuw bij Lucas. En Maria bewaarde al die dingen in haar hart. Dat is eigenlijk een heel belangrijk derde element en een grote uitdaging voor de cultuur van vandaag. Een cultuur waar er geen stilte meer is, waar men opstaat met de radio, televisie, internet en al wat dat gewild. Waar de jongeren of, en de ouderen ook op straat lopen met de hoorapparaatjes om te kunnen luisteren naar muziek. Maar dus men komt nooit meer binnen in zichzelf. Men wordt altijd naar buiten getrokken door andere dingen, door zorgen, door ja, waar gaat het naartoe? Maar men komt niet meer tot zichzelf en het eigen hart kan men niet meer beluisteren. Dat is eigenlijk toch, ik vond dat interessant dat die journaliste dat gezien had. Zij zegt, ik ben eigenlijk niet gelovig. Maar ik stel vast dat het zo moeilijk is om te komen tot geloof, omdat er ook geen stilte is. En Maria leerde ons dat wel, omdat zij dat alles in haar hart bewaarde. Ik denk dat er rond Maria veel te vertellen valt nog. Maar het is het enige dat ik dit keer zou willen zeggen in de context van Kerstmis. Voor die godsopenbaring, God die zich eerst laat kennen in het Oude Testament, ik ben, die dan in Jezus tot ons komt, hoe kunnen wij tot hem komen en tot God komen? We kunnen eigenlijk ook alleen maar Jezus ontdekken als we voldoende wat hij doet, wat hij zegt, in ons hart dragen. En dat het op die manier vruchtbaar kan worden. Want die vruchtbaarheid is ook belangrijk. De God van het Oude Testament, hij zegt niet alleen maar, dat is geen metafysiek, als hij zegt, ik ben, het is de God van de bevrijding, ik bevrijd uit de slavernij. De opdracht die Jezus krijgt bij ons is verlosser te zijn, is redder te zijn. Niet alleen maar politiek en sociaal, maar ook inwendig. Ik bevrijd van de zonde, zoals we zeggen. Hè. En dat kan alleen maar tot ons komen, ja, als we daar, zoals Maria, luisteren naar het woord. Dat we ons geloven kunnen toevertrouwen aan dat woord. Want het woord zelf werkt. God werkt in ons doorheen dat woord. En dat we daar de tijd voor nemen. Ik zou zeggen, als die boodschap zou kunnen overkomen in ons kerstgesprek, dan zou het al heel veel zijn. U zei het daarnet al, Kerstmis is het feest van het licht. Maar omwille van dat licht wordt de duisternis in onze samenleving des te zichtbaarder. Hoe kunnen wij als christenen ertoe bijdragen om het toch een feest van het licht te laten worden? Kerstmis is natuurlijk in onze wereld voor veel mensen iets artificieels geworden. We zien veel lichtjes. Het moet ons een beetje in euforie brengen, denk ik. Maar men vergeet dan dat voor veel mensen dat licht eigenlijk niet bestaat. En men vergeet vooral dat Jezus gekomen is om zich precies te richten tot de mensen die dat licht niet hebben, want hij had dat licht niet. Hij moest geboren worden, ja, verworpen uit het dorp van toen, met Bethlehem. Er was geen plaats voor hem in de herberg. Hij was eerder alleen en zijn ouders waren ook alleen. Dus hij behoort eigenlijk tot die groep van mensen die dat licht niet direct zien en voor wie er veel eenzaamheid is. Vanuit de kerk heeft men altijd aandacht gehad voor precies die mensen, omdat we bewust zijn wat Kerstmis eigenlijk betekent. En het is belangrijk van dat niet te abstract te zien. Aandacht hebben voor mensen die in het duister moeten leven, die zoeken naar dat licht, dat is heel concreet ook in onze wereld. En vandaar dat ik het belangrijk gevonden heb om in dat gesprek hier mensen te laten komen die bezig zijn en die met hun voeten in de realiteit staan en die ermee bezig zijn van, ja, wat kunnen wij doen voor mensen die zoeken naar het licht en die er eigenlijk niet onmiddellijk toegang toe hebben. Een organisatie die bestaat, een van de vele organisaties waar wij toch bijzondere aandacht voor hebben in deze tijd, de advents- en de kersttijd, is Welzijnszorg. En vandaar dat het goed is om iemand te beluisteren die ermee bezig is. Intussen is Charlotte er komen bijzitten. Welkom, Charlotte. Kan je jezelf eens voorstellen en kan je ook eens zeggen wie Welzijnszorg is? Ik ben Charlotte van Grembergen en ik werk als regioverantwoordelijke voor Oost-Vlaanderen, voor Welzijnszorg.
Welzijnszorg is een organisatie die zich inzet om armoede en sociale uitsluiting tegen te gaan. En concreet zijn wij nu campagne aan het voeren, altijd rond de adventperiode. Voor het tweede jaar op rij voeren we eigenlijk campagne rond woonproblematieken, meer bepaald de uitsluitingsmechanismen die zich daardoor voordoen. Wij merken dat er eigenlijk een nood is aan sociale woningen, maar vandaag de dag is er een heel veel vraag, maar een heel klein aanbod. Dat valt ons sterk op, maar daarnaast valt het ons ook op dat er discriminatie is op de huurmarkt en op zowel de private als de sociale huurmarkt. Mensen zoeken de dag van vandaag eigenlijk naar de ideale huurder. Daar kun je iemand bij voorstellen die in het plaatje past van een huurder die geen leefloon heeft, iemand die geen detentieverleden heeft. Alleenstaanden vallen daar ook buiten, maar ook leefloners opnieuw. En dat zijn mensen waar wij ons extra aandacht aan willen geven. Daarnaast voeren wij ook heel vaak acties. En wij steunen verschillende projecten die hun daarop inzetten. Meer specifiek steunen wij nu een project Away Home. Dat is een project, of een beweging eerder, internationaal en zowel nationaal, die jongvolwassenen helpt aan huisvesting. Omdat dat opnieuw een groep is die de dag van vandaag eigenlijk aan dakloos en thuisloosheid jammer genoeg in die groep past. Een nieuwe vorm van dak- en thuisloosheid. Omdat dat een groep is die minder gekend is, een minder zichtbare groep. Dat zijn jongeren die van sofa naar sofa gaan en eigenlijk geen vaste stek meer hebben. En die beweging die voert daar verschillende acties rond en maakt zowel de overheid als andere mensen in de omgeving bewust van deze groep jongeren en probeert daar massaal op in te zetten. Kerstmis is bovendien het feest van de vrede. En daardoor zijn precies in de kersttijd geweld en oorlog zo schrijnend. Mogen we dan wel vieren? Ik denk dat misschien het aspect is dat voor veel mensen het meest inspirerend is in Kerstmis nog. Er ontstaat wat meer vrede in de relatie dikwijls. Sommige families doen in Kerstmis wel hun best om elkaar terug te vinden. Ook in vriendenrelaties, in andere relaties. En zelfs internationaal. Misschien is er wapenstilstand op bepaalde plaatsen, dat hangt ervan af. Op bepaalde jaren is dat ook zo. Men houdt er rekening mee dat het Kerstmis is. Maar natuurlijk is het dan des te schrijnender waar het niet gebeurt. Jezus is de vredesvorst, maar waar staat de wereld voor? En vandaag hebben we natuurlijk wel een concrete situatie in Oekraïne. Precies de gemeenschap waar we ons hier bevinden. Hè. En in die zin komt het goed uit dat we even aandacht hebben daarvoor, denk ik, vandaag. Intussen is priester Ivan er komen bijzitten. Priester Ivan, kan u zichzelf eens voorstellen? Ik ben Ivan Danchevski, priester van Oekraïnse Grieks-Katholieke parochie in Gent. De Oekraïnse Grieks-Katholieke Kerk is de grootste Oosters-Katholieke Kerk met meer
dan 6 miljoen gelovigen in Oekraïne en in de hele wereld. Onze kerk maakt deel uit van de Oosterse kerken die de band met de paus hebben hersteld. We bieden volgens Byzantijns ritus of Grieks ritus, want we hebben een eigen liturgie. Onze parochie heeft de naam Geboorte van de heilige Johannes de Doper. We zijn al 3 jaar in Gent, in de kerk van de Heilige Kerst in de Sliepstraat. U was onlangs in Oekraïne. Hoe is de situatie daar? De situatie in Oekraïne is heel zorgwekkend. De oorlog duurt al 7 jaar. Rusland heeft een deel van Oekraïne ingenomen en ondertussen zijn er meer dan 14.000 doden, waarvan ongeveer 150 kinderen. Meer dan 1 miljoen mensen moesten migreren. Er zijn gevangenen en vele getroffen families. Het is moeilijk om vrede te verkondigen wanneer aan de grens van Oekraïne duizenden soldaten van Rusland klaarstaan. Maar ons volk bewaart vrede. De verschillende religieuze denominaties zijn meer dan ooit met elkaar verbonden ten dienste van ons volk. Onze kerk heeft nu meer dan 800 seminaristen in opleiding, waarvan 1 studeert in België. Ondanks de onrust in het land willen zij goede nieuws van het evangelie brengen van de mensen. Ik wil aan iedereen vragen om te bieden in deze kersttijd voor vrede in Oekraïne. Dankjewel, Ivan. Bisschop Lode, hebt u daar nog iets aan toe te voegen? Dus ik vind het belangrijk dat zo'n boodschap gehoord wordt, omdat vrede geen abstract woord zou zijn. En ik ben natuurlijk bijzonder blij dat het met de Oekraïnse kerk is, want eigenlijk zijn er al lange persoonlijke banden tussen mezelf en de Oekraïnse kerk van toen ik abt was in Norval. Eigenlijk, ja, ieder jaar konden we de Oekraïnse priesters ontvangen, met veel vreugde eigenlijk, voor heel de gemeenschap. En ik was ook bijzonder vereerd toen de metropoliet Boris Gutschak speciaal van Philadelphia kwam om aanwezig te zijn op mijn bisschopswijding. Dat toont wel iets van hoeveel hij ervoor over had en dat is eigenlijk wederzijds. Dus ik ben ook heel blij van vandaag in deze kerk hier te zijn samen met de gemeenschap. Dank u, bisschop. We hebben het over Oekraïne. We zitten in Vlaanderen, in Gent, maar de kerstboodschap is voor iedereen de wereld rond. En dat is toch een heel belangrijk gegeven op kerstdag, die grote verbondenheid. En daarom zijn we blij van hieruit, vanuit die kleine plaats, iedereen een zalig en gelukkig kerstfeest te wensen. En we willen dat doen in verschillende talen, want Gent is toch een kleine stad, mag ik dat zeggen, maar toch met heel veel nationaliteiten. Aïd Milad Maïd. Zalig en vreugdevol kerstfeest. Bon Natale. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Merry Christmas. Feliz Navidad. Щасливого Різдва. Щасне а веселе святки. Joyeux Noël. Wishing you all a Merry Christmas. Састебахталете авен прекади карачення. Frohe Weihnachten. Gujul. Jul.